We zijn hier op basisskwallen de Roerganger op het Veen. Op dit moment had de skwallen een E-profiel. En dat wil zeggen dat ze positief zijn over het Fries stenen en het ik verstaan kennen. Maar ze willen heel graag in vrij vlotte stappen naar een C-profiel. En dat houdt in dat de taalbeschouwing bijkomt en het spreken van het Fries. Allereerst hebben wij al jaren een methode en die het spoor 8, die broeken we door de hele skwallen heen. En daar staan thematisch al je lessen in. Het sluit heel mooi aan bij onze orenmethode die wij broeken voor kleuters. Dus als wij het op meitiet hebben, dan zie je in spoor 8 ik filmpjes en versjes en verhaaltjes. Alles wat je maar vinden kan over de meitiet en dat bied je dan aan. Nou, op die manier zijn wij elke dag met Fries bezig en ja, dat werkt heel mooi. Ik heb oerlezen met de directeur. Wat is skwallen nodig om stappen te zetten? En soms heb ik wel dat ik aanskoop bij een team. Hè, dat ik een team vertel wat de bedoeling is. Of dat ik zienlid wat voor mogelijkheden er binnen. Maar hoofdzakelijk hou ik oerlezen met de directeur. Want die moet het natuurlijk goed zetten. Wij hebben net allebei Friestalige band. Dus voor sommigen is het wel wat spannend. En die vind ik net voortdurend leuk. Maar bijvoorbeeld Meustertuin, wat we broeken van spoor 8, dat vinden ze geweldig. Het is een game waarin ze wurdeskat oefenen. Dus eigenlijk met speeltjes maken we ze wel enthousiast en weten ze soms meer dan dat ze zelf denken. Leuk aan een Friese les is eigenlijk dat je meer wurdjes leert. Want ik ken nog net alle wurdjes, maar op school leer je meer. Hoe meer mensen het willen leren, hoe meer mensen Fries worden. Want je ziet nou ook de populatie van Frieske mensen gaat nou omleeg. En als ze hun Fries leren, ja, dan los ik misschien Fries praten. Hoe het algemeen vinden de band Frieske les altijd wel heel leuk. De band die echt thuis Fries praten, die komen hier binnen. Daar praat ik altijd direct ik Friesje. De oren band, die vinden het ik wel heel fijn. Maar daar staat het een beetje vierde van hun oud, zeg maar. Maar door de methode en de thema's die we dan aanbieden en de versjes, begint het bij hun ik te leven. En zo krijgen zij ik plezier erin en vinden zij het ik heel erg leuk. Nou, als een skwaller zo'n leeg profiel had, dan vind ik het al heel mooi dat ze naar een C-profiel gaan. Ik zeg dat als een tussenstap, want ja, we moeten in 2030 naar een A-profiel daar. Maar dat de skwallen het oppakt om al stappen te zetten en in een kwart mogelijke tijd naar C-profiel te gaan, ja, dat is al heel fijn, moet ik zeggen.